Dit is Radio 4. Buiten hier de Schouwburg. Waar het best wel een beetje koud is eigenlijk. Maar ik weet dat het binnen er toch wel broeierig aan toe gaat. Want het belooft een hele bijzondere avond te worden. Dus ik ga snel naar binnen. Want daar wacht een dampende en stampende menigte op me. Radio 4. Virus met Giel Beelen. Goedenavond, welkom bij Virus. We komen live vanuit de Rotterdamse Schouwburg in samenwerking met De Doelen. We zijn ook te zien op radio4.nl/virus, op Cultura24 en ook op TV Rijnmond. Ik ben vereerd dat ik hier vanavond mag zijn, want het is tijd voor een stukje radiogeschiedenis. Nog nooit vertoond. Een dansvoorstelling op de radio. Het gaat gebeuren. Twitter mee, hack je muziekvirus. Vandaag dus alles met betrekking tot dans. En dan gaat het echt alle kanten op. Hè? Van tapdance tot moderne dans, breakdance, klassiek ballet. En natuurlijk hebben we ook dansmuziek. Vandaag verzorgd door onze eigen huisband, de Wereldband. Ik was laatst in de stad Parijs. En was eens in de stad Parijs. Toen ik de Eiffeltoren zag, was ik de hele dag van slag. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig groot. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig groot. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig. Ja, het gaat over dansen, dus ik denk ik begin maar met dansen. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig groot. Ik kreeg laatst van een makelaar een hele lange feestsigaar. Dat ding dat leek wel een vulkaan. Er kwam gewoon geen eind eraan. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig groot. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding kent u hem al, dan kunt u namelijk ook meedoen. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig groot. Heel goed hoor. Sapperloot, heb je een microfoon voor die mensen? Wat is dat ding geweldig groot. Kom maar John op die saxofoon met je. Oh heerlijk hoor. Kijk, zo moet dat. Zo moet dat hoor meneer. Ja, dat mag best eventjes voor mij. Dat mag best eventjes. Kom, sta maar eventjes op. Jawel, ik wil niet. Oh, ik wil niet. Misschien wil jij, die wil ook niet. Ze willen allemaal niet. Ik kreeg laatst voor mijn vrouw cadeau. Een hele mooie radio. Maar zij zei, luister lieveling. Ik heb geen plaats meer voor dat ding. Komt ie hoor. Sapperloot, 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 sapperloot. Wat is... Doe nou even mee, man, stelletje. Lui, wammese. Wij, sapperloot. En jullie? Sapperloot. Ik hoor helemaal niks. Geef die mensen een microfoon, hoor. Sapperloot, sapperloot. Wat is dat ding geweldig groot? Is dat nou Nederlands? Sapperloot, sapperloot, sapperloot. Wat is dat ding geweldig? En nou echt allemaal even staan en dansen. Sapperloot, sapperloot. Wat is dat ding geweldig groot? Sapperloot. Jongens, doe nou even mee, we gaan de hele avond door. Wat is dat ding geweldig groot? Kom maar. Sapperloot. Sapperloot. Ja, natuurlijk. Wat is dat ding geweldig groot? Wat doen ze goed mee, hè? Sapperloot. Sapperloot. Wat is dat ding geweldig groot? Dank u wel. Zo doen we dat. Dank u wel, jongens. Hartstikke goed.
ook hier. En dit is nog maar het begin, hè. De wereldband, niet voor niks de huisband hier van Virus. En ja, je had het toch eigenlijk even moeten zien. Misschien kan je het later nog terugzien als je gewoon ouderwets zo hier op Vier Radio zit te luisteren. Want ik wist niet, Willem, dat jij zo goed kon dansen. Nou, echt. Jij kon schudden met die billen. Ja. Alsof je gewoon een neger had opgeslikt. Nou, het gek is, mijn tweelingbroer is neger, net zoals ik. Ja. Hij is 3 dagen ouder dan ik, maar hij komt uit Suriname, Raymond Cambridge. Okay. En dus ik ben half Surinaams. Was dit ook echt Suriname? Zo klonk het ook echt een beetje. Ja, dit is een Surinaams nummer. Het heet Sapperloot. Dat gok ik zo maar. Ja. Dat hoorde ik zo vaak langskomen. De wereldband en dans, heeft dat iets met elkaar te maken? Nou, vanaf het begin van onze eerste show in 2005, waar we mee begonnen in het theater, zat er al heel veel dans in. Iers, flamenco, natuurlijk allemaal op zijn boerenidioots, zoals wij dat plegen te doen. En elke show zit vol met dans en idioterie. We hebben nu weer een geweldige soort Hongaars-achtige dans op Berdien Stemberg. Ah. En nog meer van dat soort heerlijkheden. Dus dans is altijd een deel van onze muziekpraktijken. Nou, we gaan nog veel van jullie genieten deze avond. Leuk dat jullie weer zijn. Alright. De Virus Vuurdoop. Als je altijd al een instrument hebt willen spelen, dan zit je hier goed. Dan moet je gewoon een keer langskomen hier in de foyer van de Rotterdamse Schouwburg. Je krijgt een masterclass van een professional en vandaag gaat het over dans. Kom maar naar voren en sla je slag. Femke Venema, ja, daar staat ze al. Hallo Femke. Hoi. Hallo. En wat, want jij hebt, je hebt ons geliked op Facebook en je hebt aangegeven dat je iets wilde. Wat wil jij heel graag? Leren tapdansen. Ja. Ja, en hoe kom je daarbij? Nou, het gaat wel heel ver terug. Het is weer aangewakkerd toen ik vorige maand The Artist heb gezien in de bioscoop. Ja, ja, ja. En het was meer, vroeger keek ik altijd als klein kindje altijd The Little Princess. Wat is haar naam ook alweer? Ja, ik weet wie je bedoelt. Shirley Temple, dankjewel. Ja, precies. Inderdaad. En die film heb ik echt zo vaak gezien. En toen deed ik het na. Maar er is wel moed voor nodig. Ik bedoel, laten we even gaan luisteren hoe het zou horen te klinken. Diegene die we hier horen, daarvoor wil ik een heel hard applaus, want zij gaat hier de les geven. De masterclass wordt gegeven door Jan E. Raker. Janne, jij geeft hier les om de hoek, codearts, hè? Ja. Maar los van dat, het is een dansavond hier bij Virus. En ja, tapdance, dat leent zich wel voor op de radio natuurlijk, want dat hoor je ook nog een beetje. En het leuke is dat jij samen met Marije ga je een show doen, hè, binnenkort. Ja, Marije en ik en ook Bruno, die je ook net hoorde in de clip. Ja. Wij hebben een voorstelling op 20 mei tijdens Open Dans. Dat is in de Minimal bij Bird. Oké, en Marije, voor de goede orde, die gaan wij zo dadelijk horen. Die gaat tapdansen met harp. Het is echt fantastisch, maar dat ga je zo meekrijgen. Wat denk jij voor Femke? In een uur, klein uurtje, leren tapdansen. Is dat wat? Ja, ze kan zeker wat leren in die uur. Ja. 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 Maar het is moeilijk, toch? Ik moet zeggen, ik heb het 1 keer echt geprobeerd. En het moeilijkste vond ik dat je moet een soort je enkels ontspannen, terwijl je echt alles behalve ontspannen bent. Zo is het toch een beetje? Ja, dat klopt. Ontspannen is bijna het moeilijkste. Maar we kunnen ook eerst werken aan stappen en hielen en toes. En ja. Dan hoef je niet zo heel ontspannen, kun je gewoon lopen. Want zou jij even een klein stukje kunnen laten horen? Nou, waar we een beetje aan gaan werken zijn hielen en toes en lopen. Ja, ik vind het al heel ingewikkeld. Even kijken, Femke, hoe jij het nu doet. Een beetje zo'n voor- en na-moment. Dus dit is het moment voor. Ja. Ga maar hier, gaan hier even. Er is een podiumtje. Ja, er is zo'n soort tap-podiumtje. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee, hè? Dat is duidelijk. Ik weet niet wat ik doe. Nee, precies. Zo ziet het er ook een beetje uit. Mooi zo. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan jullie eventjes naar een ruimte gooien. En zo dadelijk, dan kan je het als het goed tenminste. Dat gaat lukken. Ja. Ja. Dan zie ik je aan het eind van het programma. Succes. Geef ze een applaus. De Vuurdoop voor vanavond. En misschien dat het dan zo dadelijk wel zo gaat klinken. Thank you.
Wauw, wauw, wauw. Wat een indrukwekkend duet wat je hier zojuist zag en in ieder geval hoorde. Het was het duet tussen de harp. Je komt later nog terug dan natuurlijk, Marije. Later? Ja. Zo dadelijk ben je, dan ga jij nog... Nou, dat moeten we eigenlijk misschien niet verklappen. Dat jij zo dadelijk nog harp gaat spelen. Dat er hele spannende dingen gaan gebeuren. Wat ik me wel afvroeg, ik zie jou daar zitten naast jouw harp. En natuurlijk met bladmuziek. Heb je dan ondertussen, hou je ook nog wel echt de tap in de gaten? Ja, zeker. Ja. Eigenlijk dat is een stuk van Caplet. Ja. Maar heeft hij het zo bedoeld? Heeft hij het teppen erin geschreven? Nee. Maar wij bedoelen het zo. Ja. Omdat het namelijk een heel improvisatorisch stuk is. Er zitten heel veel gaten in en heel veel vrije losse delen. En dat hebben wij dus op een eigen manier eigenlijk geïnterpreteerd. Ja. Laten we zeggen, eigenlijk gearrangeerd een beetje. En ik lees de stukjes eruit, maar eigenlijk... doe ik alles met Marije samen, zeg maar. Ja, precies. Gaaf, Marije. Je hebt je ongetwijfeld natuurlijk even gezien dat iemand het in een uur gaat leren. Wat denk jij? Gaat dat gebeuren? Er gaat zeker iets gebeuren. Ja, er komt geluid uit, zeg maar. Maar wat mij opviel, is dat jij niet alleen maar van het metalen plaatje gebruik maakt, maar ook zelf van het voor. Echt, met je hele schoen maak je geluiden, zeg maar. Ja, klopt, ja. Er zitten twee plaatjes op. Ja. De voorkant is een soort van licht en de achterkant is donker. Maar hier zit bijvoorbeeld je grootste bas helemaal aan de punt. Dat is alleen maar leer. Dan kan je echt een soort zo'n pluizige bol, weet je, als je die op een drum slaat. Ja, 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 ja. En wat is dit nou voor soort tap? Want je hebt twee soorten tappen, toch? Je hebt show en rhythm. Ja, grofweg. Ja. Show, dat gaat eigenlijk om dit. Dat is het hele plaatje met de armen erbij en dat gaat echt om het dansen. Ja. En rhythm tap gaat echt om de tap als muziek. Ja, zoals dat best wel vaak voorkomt in klassieke muziek, toch? Tapdans als... Ja, we hebben best wel vaak, laat ik niet overdrijven, maar we hebben wat geluiden. We zijn al lang blij dat we wat gevonden hebben. Dat het hier bijvoorbeeld. Ja. Je bent zelf, hè? Ja, met het Rotterdamse Philharmonisch. En van wie is dit stuk dan? Dit stuk is van Morton Gould, Amerikaanse componist uit 1953... En hij is eigenlijk het eerste stuk wat echt voor grote symfonieorkest en tapdanser is geschreven. Precies, dat is wel echt geschreven. Ja. Oké, nog een stukje dan. Het is bijna een soort quiz, raad je wat het is? Ja, duet met Nando Russo van het Nederlands Filharmonisch. Ja. Jij bent zelf bezig met een project, Radio Kootwijk Live, wat is dat? Dat is eigenlijk een groot laboratorium in Radio Kootwijk, een prachtig oud centgebouw. Ja, heel erg mooi. Echt een gebouw wat zo open is voor geluid en voor nieuwe ideeën. En daar ontmoeten klassieke muzici mensen uit andere disciplines, van binnen en van buiten de kunsten, om in zo'n kruisbestuiving eigenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen. Oh, echt een laboratorium, inderdaad. Ja, het is echt een laboratorium. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, een linkje daarvan hebben wij natuurlijk op de site radio4.nl/virus. We horen jou later nog terug. Ik denk dat als de Wereldband straks weer een volgend nummer gaat doen, dat ik jou vriendelijk toch dringend ga verzoeken om op de dansvloer die we gemaakt hebben dit keer in de foyer, om daar ook een beetje een stukje mee te tappen. En natuurlijk, op het einde, de grande finale, dan doe je mee. Ja. Bij de kan. Doen ze niet, want Balan zet aan. Balan, de oud-wereldkampioen, zet aan. En Tom Bonen komt vroeg uit het wiel, hoor. Hij komt heel vroeg uit het wiel. En gaat Pozzato dan nog mee? Gaat Pozzato nog mee? Of is het gewoon Tom Bonen die gaat winnen? Pozzato Bonen. Het is Tom Bonen! Tom Bonen. En luister eens naar dat publiek. Luister eens naar die orkaan van lawaai. Hier aan de finish in Oudenaarde. De eerste keer finish in Oudenaarde. Tom Bonen, de Ronde van Vlaanderen. Je vraagt je af wat de fuck doet dit fragment nou hier op dit moment op Radio 4 in het programma Virus. Nou, omdat de man, de radiolegende die je net hoorde, nu naast me staat. Gio Lippens, goedenavond. Dag Gio. Welkom. Dan mag wel even een applausje voor klinken. Gio Lippens, mensen. Ja. Van de radiotour en je hebt een hoop dingen verslagen in je leven, in je carrière. Een hoop dingen op sportgebied. Olympische Spelen, Tour de France, de klassiekers, maar nog nooit. Datgene wat we vanavond gaan doen. Nee, kijk, wij zaten te denken. Een dansvoorstelling op de radio, zei ik al. Uniek natuurlijk, maar je moet de dingen wel beeldend maken. En toen dachten we eigenlijk al vrij snel aan jou. Want dat is op de radio altijd jouw taak. Heb je iets met klassieke muziek überhaupt? Ik heb er iets mee. Ik heb er geen verstand van. Dat zeg ik alvast in het begin. Ik heb ook helemaal geen verstand van ballet. Ik geloof de laatste keer dat ik een balletvoorstelling heb gezien, dat was op de middelbare school. De Notenkraker. Ja.
Maar ik vind het prachtig om te zien. Maar klassieke muziek heb ik wel thuis af en toe opstaan. En dan gewoon echt als achtergrond als ik moet schrijven of iets dergelijks. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ga jij de uitdaging aan en ga je voor ons een danswedstrijd verslaan? Ik ga het proberen. Ja, een danswedstrijd. Ik hoop niet dat ze het is. Je hebt helemaal gelijk. Ik zit er gelijk al in de sport te denken. Nee, het is alles behalve een wedstrijd. Het, ja. Ja, precies. Nou, ja, fijn dat je dat gaat doen. En de mensen die hij gaat verslaan, nou, dat mag ook zeker even een warm welkomstapplaus voor. Dat zijn talenten van het Nationaal Ballet. Hier zijn Jonathan en Joey. Jonathan, ik denk dat dit wordt je eerste dansvoorstelling op de radio. Het wordt zeker mijn eerste dansvoorstelling op de radio en live. Ja, ik kan juist denken van ja, zo zenuwachtig hoef je niet te zijn, want ja, je hebt hier natuurlijk wel publiek, maar het blijft toch radio. Ja, en ook zijn deze mensen wel heel erg dichtbij, dat zijn we nooit gewend. We zien nooit de mensen die in de zaal zitten, omdat het altijd donker is, dus dit wordt spannend. Ja, nou, ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Al moet je natuurlijk, ja, dat wordt dan wel een ding. Er gaat wel iemand door je heen praten dus, hè? Ja, maar we kunnen ons wel concentreren, door, denk ik. Ja. Gelukkig heb je wel gewoon bekend geluid. Want bellen is echt tof dat ze hier is. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon vakantie. Ze is een beetje uit Duitsland toegekomen. Dus jullie vaste pianolerares. Ja. Pianist. Pianiste bedoel ik, ja. Die gewoon altijd meespeelt in op het Nationaal Ballet daar in Amsterdam. Ja, en zij heeft ook ons altijd begeleid met dit stuk. En we zijn haar heel dankbaar. Precies. Fijn dat ze hier is. Fijn dat jullie er zijn ook. En ik ga verder niks meer zeggen. Ik ga het ook niet eens aankondigen, want ja, daar hebben we iemand voor. En dat is Gio Lippens. Jongens allemaal, succes. En normaal zou je zeggen een expert, hè? Maar ja, in dit geval dus niet. Ik ga wel even uitleggen waar het over gaat, want dan weten jullie waarnaar jullie kijken. Dan weten de luisteraars ook waar het over gaat. Het is een ballet uit Le Corsaire. Dat is een ballet in 3 acten. Gebaseerd op een gedicht van Lord Byron, Le Corsaire, of De Corsaire moet je dan zeggen. Het is voor het eerst opgevoerd door het ballet van Le Théâtre Impérial de l'Opéra in Parijs op 23 januari 1856. Een heel oud stuk dus. Nou, we gaan kijken en luisteren naar een pas de deux, uitgevoerd door Jonathan Boulot en door Yui Uaha. En op de piano natuurlijk de vaste begeleider, Giel zei het al, Bella Toubeyeva van de Nationale Balletacademie. We zijn in de geheime grot van de piraten, waar al het buit wordt verborgen. En daar kun je alle geroofde schatten vinden. Maar ook de vrouwen die zijn veroverd of gekocht op de slavinnenmarkt. Ali zoekt Medora, de beeldschone Griekse. Die heeft juist in de grot haar liefde verklaard aan Conrad, een jonge piraat, een corsair dus in het Frans. Hij heeft haar gekocht op de markt waar de slavinnen worden geveild. Een hele mooie buree van Medora, van Yui. En daar al de eerste penché, de verticale split, zo gracieus. Ali zweert de eed van trouw. Daar gaat dit hele ballet over. Hij doet nu een tournant, hij loopt om Medora heen. En ook dat gaat weer heel gracieus. Ali, u ziet het, atletisch gebouwd. En dat is wel nodig ook straks voor de lift. Een eerste pirouette. En daar, let u op, de eerste lift. Op 1 hand. En het applaus is terecht. En daar weer een penché. In Amerika zeggen ze, if you do a penché, you really look like a pro. Dan weten we dat. Yui weer met een bourrée. Ali pakt er bij de hand. En daar een allongé met de handen. Ze verlengen hun handen. Hun armen, moet je zeggen. Weer een pirouetje. En dan gaan we langzaam toe naar de finale van deze pas de deux. Ali, de slaaf, wil haar mooi maken. En hiermee zweert hij dus eeuwige trouw aan Medora, de Griekse. En hier komt het slot van het stuk met de lift, de grote lift. Prachtig uitgevoerd. Ali zet er neer. En dan de laatste bewegingen. Nog 2 pirouettes en weer een lift. En nog een lift, een hogere lift ook. Met 2 grand jetés. Hij werpt er bijna weg. 2 pirouettes. En dan zijn we aan het einde gekomen
van deze pas de deux. Ali heeft trouw gezworen aan Medora. Hij zal altijd haar onderdaan zijn. Een uniek stukje radio en een prachtig mooi stuk dans. Jonathan Bulo en Yui Owa, die dansen dus. De piano was Bella Toubieva. En mag ik ook een applaus voor de commentator die je toch echt mooi beeldend bracht. Gio Lippens. De Wereldband. Ja, precies. Column. Elke week, hè, is onze huisband daar. En ditmaal zijn ze in de studio. Dus kunnen ze de column live doen? Het heeft iets met de actualiteit of iets met zijn uitzending te maken. Ik ben heel benieuwd. Hier is de Wereldband. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Dan gaan we dansen, dansen, dansen. Op de... Nou, ik ga toch even checken. Waar denken jullie dat het over ging, dames? Waar denk je dat het over ging? Ik wist niet eens dat het ergens over moest gaan. Oh, dat maakt niet uit. Het is een column, het ging over dans. Oh, sorry. Nee, dat maakt niet uit, als je het maar leuk vond. Dank jullie wel, de Wereldband, straks meer. Virus ontdekt. Elke week in Virus aan stormend talent van Codarts hier in Rotterdam. En vandaag de African Percussion Class. Oftewel Laura, Luc, Robin, Romeo en Ruben. Ja, dat moet ik toch even. Ik begin bij jou, Laura. Jullie kennen elkaar van Codarts, neem ik aan. Klopt. En dacht jij gelijk al, want wat studeer je nou precies op Codarts? Nou, wij studeren allemaal eigenlijk klassiek slagwerk. Ja. Maar we hebben ook bijvakken, zoals drums, maar ook Afrikaans. Percussie. Precies, en dat is wat jullie vanavond ook gaan spelen. Wat gaan jullie precies spelen? We gaan een stuk spelen en dat kan... We gaan Lunja Mama spelen. Ja? En als je wil weten waar het over gaat... Ja, natuurlijk. Dan kun je dat aan deze manier vragen. Ja, precies. Dat is Elijah Low. Ik ben blij dat je er bent. Hij is ook echt danser en hij kan ook zingen. En hij heeft bij het Nationaal Ballet van Senegal gedanst. Waar gaat het stuk over? Deze ritme is koekoe. Deze dans betekent als je bij vrij in Afrika. Wij hebben sterke dansen. Mensen komen in het dorp en zingen en dansen en entertainen. Maar deze zingen betekent, jij bent mijn vriend, ik maak een liedje voor jou. Okay. Ja, dat betekent, en je moeder erbij, Lindje mama, Yahweh yo. En is de bedoeling dat we allemaal een beetje mee gaan doen? Jawel, jawel, iedereen. Ja, precies, iedereen. Hè? Dat, ik dacht, ik zeg het er was even bij. Oké, Virus ontdekt. Vandaag de African Percussion Class.
Lungi Mama, Coda's Rotterdam, altijd elke week hier weer in Virus. En dit was een feestje van de African Percussion Class. Jongens, dank jullie wel. De Virus Vuurdoop. Even een kleine tussenstand. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. We gaan even luisteren, want jij kan wel zeggen dat het goed gaat. Oh. Nou, we zitten nu eventjes stiekem af te luisteren. Dat klinkt inderdaad best wel goed, ja. Maar waar moet ze op letten, Janne? Wat zijn de moeilijke dingen voor Femke? Nou, het belangrijkste is om op de muziek te letten en met de muziek te spelen. Zeker als het live muziek is. Dat je niet in je eentje iets heel anders gaat doen. En verder, ja, oefenen. Maar ze heeft wel iets. Ze heeft wel iets. Ze heeft wel iets. Ah, ja. Zij is zo enthousiast en ze voelt de muziek heel goed. Ja. Ja. Het is wel even moeilijk alle pasjes in één uurtje zo. Ja, want straks de kan, dan moeten we echt op muziek. Ja. Maar dat kan. Dat kan. Oké. Je hebt nog een half uurtje. Ja hoor. Bedankt, tot zo. Je luistert naar Virus en als je ons leuk vindt, doe het duimpje omhoog dan en ga naar de Facebook. Facebook.com/muziekvirus. Het is weer tijd voor dans, maar dan ja, op de radio. Ik heb hier naast mij staan een toptalent. Ik wil ook voor hem even een welkomstapplaus. Het is echt een van de talenten van Scapino Amsterdam, Misha van Leeuwen. Ja, Misha, wat dacht jij toen je hoorde dans op de radio? Ik dacht heel weinig eigenlijk. Ja, ja, ik dacht, hoe ga ik het klaarmaken? Ja. Ja. Maar je hebt toch je hebt toch iets bedacht. Ja, een compilatie van wat materiaal wat geluid maakt. Dus een beetje stampen, een beetje op mijn arm slaan. Maar dat is iets, dat komt toch ook. Ik ga regelmatig naar dansvoorstellingen, ook van Scapino. En dat is iets wat, nou ja, misschien niet zoveel als dat jij vanavond gaat doen, maar wat wel steeds vaker terugkomt, heb ik de indruk. Ja, sommige choreografen die gebruiken dat wel. Sommige helemaal niet, maar ja, sommige wel. Hoe is dat voor jou als danser? Vind je het aantrekkelijk? Of zeg je van nou, laat maar gewoon mooie bewegingen maken? Nee, het is verschillend. De afwisseling is heel leuk. Altijd hetzelfde, elke dag reizen is ook niet lekker. Nee. Dus hoe heb je deze compilatie samengesteld? Het moet ook geen mengelmoesje gaan worden natuurlijk. Het zijn eigenlijk allemaal solootjes die ik gedaan heb. En heb ik stukjes uitgekozen. Ja. En dat is dan voornamelijk van de choreograaf die dat wel heel veel doet. Dat is Marco Geuken. Ja, wat klopt. Wat is dat voor een man? Wat is het voor man? Een duister persoon. Een mooie kunstenaar eigenlijk. Hij haalt het beste in je naar boven eigenlijk. Ja. En waar moeten we als luisteraar, hè? Want kijk, de mensen die het genoeg hebben om hier in de foyer te zijn of via andere kanalen nou eens kijken, die kunnen natuurlijk ook zien wat je doet. Maar waar moet de radioluisteraar nou echt op letten? Ja, dat mogen ze zelf weten. Nee, ik bedoel eigenlijk meer, hoe ga je de geluiden maken? Want als je alleen... Met mijn voeten, met mijn armen, met mijn vingers, met mijn mond. Oh, ja. We maken er een soort quiz van. Okay. Dat mensen dan die echt alleen radio luisteren, die moeten het die maken. Die mogen het opsturen. Ja, precies. Ja. Ja. Je bent er klaar voor? Ja, laten we het doen. Oké. En hij doet het in principe nagenoeg a cappella, want dan hoor je de geluiden goed. Wereldband zal wel een beetje erbij spelen. Oké, hier is hij, Misha van Leeuwen. Thank you.
Een dansvoorstelling op de radio. Misha van Leeuwen, hij flikte het. En ik loop dan toch eventjes achter hem aan. Ik zei, maar dat komt een beetje door de tongval van Misha, dat ik het had over Scapino Amsterdam. En ik zag Ed Wubbe kijken en ik denk, wat nou, het is natuurlijk Scapino Rotterdam. Ed, artistiek leider van Scapino, voor de duidelijkheid. Is dit voor herhaling vatbaar, dans op de radio? Ja, ik vind het een briljant idee. Ja. Ik denk dat als ik in de auto zou zitten, ik zou luisteren, denk ik, dit moet ik horen. Dansen op de radio, geniaal. Dat moeten we vaker doen. Top. Nou, fijn dat jij zo enthousiast bent. Dan kunnen we nog vaker een beroep doen op Scapino Amsterdam. De dansvloer is hier vrij in... Zeg ik nou weer Amsterdam? Sorry. Rotterdam dan. De dansvloer is hier vrij. En dus ik weet niet of Marije er nog is of Jonathan of... Nou ja, die moet even bijkomen. Want er kan weer gedanst worden op De Wereldband. Aujourd'hui en route à Champs-Élysées. Bonjour Meryl, le crook, madame, et guardaré comme Jean-Claude Van Damme. Bonjour Bidab, Dabi, 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 Dabi. Avec mon grande contrebasse, avec les cartes, ma haute, ma de passe. Allez, je vibre toute énergie qui file la paix, qui fait la musique. Avec le grande contrebasse. Avec le kers, ma roca me dépasse. Allez, je vibre toute énergie. Ici, la terre qui fait la musique. Quand je bois le souffle végétable, je vais dab 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 Отвилд. Проституткой знать больше позиций. Avec mon grande contrebasse, avec le cash ma roca me dépasse. Allez, je vibre toute une chique ici, la prière qui fait la musique. Ja, ja, ze heet er niet voor niks, De Wereldband. Even voor mijn idee, wat was dit precies wat voor woorden? Het is weer zo'n fantasieachtig stuk, midden in de nacht, door Ro bedacht. Dat dacht ik al, Ro, want ik zag jou weer helemaal uitleven op de teksten, die weer nergens over gingen, maar toch ook weer wel. Ja, dat is natuurlijk mijn specialiteit. Ja. Ja. Zit dat ook in jullie nieuwe stuk? Want jullie zitten midden in de try-out fase. Dit is een nieuw stuk uit het nieuwe programma. Dit zit in proeftijd? Ja. Oké. Waar en wanneer voor de mensen die dat graag willen zien? Waar en wanneer? Ja, dan ga ik toch nu heel snel naar de website verwijzen. www.wereldband.nl. Ja. En daar kan je van alles vinden waar wij in spelen. Zo makkelijk is het. En natuurlijk ook op onze site radio4.nl/virus. Straks meer Wereldband. 3, 2... De blaastest. Ja! Begin de dag met een dansje. En dat doen wij natuurlijk ook met... Begin de dag met een dansje. Oké, Jonathan, wat gaat er gebeuren? Normaal hebben jullie elke week een blaastest. Ja. Waarin iemand uit het publiek gaat proberen een noot zo lang mogelijk vol te houden. Ja, maar ik was er helemaal klaar voor. Omdat deze avond toch al bijzonder is met dans en zo, ja, dachten we doen een danstest. Oh god. Oh, ja. Wil ik gaan dansen? We hebben gehoord namelijk dat jij een ver ballet verleden hebt. Heel ver, hè? Dus we gaan even kijken hoeveel daarvan is. Oh, heel weinig. Hangen. Eerste positie weet ik nog. Eerste positie weet je? Dat is al iets. Weet je nog hoe dit heet? Hoe wat heet? Dit ding. Zo'n stok? Nee. Zo'n stok.
Een bar. Oh, de bar, ja, natuurlijk. Ja, de bar, dat had ik moeten weten. En ik weet niet of we nu gaan we aan de bar staan. Eerste positie, want dat weet je nog. Eerste positie, weet ik nog, ja. Dan gaan we beginnen met een simpele plié. Weet je nog wat plié is? Ja. Kniebuigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grand plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heel goed. Kan ben je naar voren? Kan ben je naar achter? Weet je die nog? Dat zag er nog heel goed uit. Hoe lang geleden is het dat je voor het laatste even kijken, toen was ik 11, dus dat is 22 jaar geleden. Dat is goed blijven hangen. Weet je alle posities nog? Dit is de tweede positie, toch? Dat is de tweede positie, ja. Heel goed. Derde positie? Zo. Is dat de vierde? Derde positie zijn de hielen alleen tegen elkaar. Okay. De vierde positie? Okay. Dat was hem wel. Oh, dat was de vierde. Okay. Dat was de vierde positie. En de vijfde positie, onze favoriet. Oh ja, dan is het zo gekruist echt. Hè? Okay. De volgende oefening aan de bar is normaal een tendu. Ja? Ik weet niet of je nog weet wat een tendu is. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Tendu is het verlengen van je been vanuit stilstaan. Ja, naar voren. We beginnen met twee tendu naar voren. En voor. Vanuit de eerste. Oh, en, voor. En sluit zij. Heel goed. Tandu naar achter. En nog een cambré naar voren, omdat je die zo leuk vindt. En nog een keertje naar achter. Achter. God, man. Sluit. Achter. Voel je het weer terugkomen? Ik voel het helemaal weer. Zij. En sluit. Oh, en man. Zij. En sluit. En voor. En sluit. En voor. En een cambré naar achter. Publieksfavoriet. Ah! Dankjewel, Jonathan. Dat is nog... Godsamme. Alsjeblieft. Ja. Nou, dat was echt een verrassing. Ik dacht nog, leuk, waar is de blaastest? Nou, die doen we volgende week weer voor de fans dan. Lekker geballet. We gaan door met dansen. Het is de dansvoorstelling. Hier op de radio. En het is tijd voor een paar gasten die deden mee in 2009 aan Holland's Got Talent. En toen deden ze auditie en klonk het ongeveer zo. Stoetermeer. Curaçao. wij dansen nu al 4 jaar. We zijn gek. Ja, we zijn best wel drukke gasten. Ook bij evenementen of danswedstrijden zijn we echt heel druk en het publiek geniet altijd. Dus daardoor zijn we eigenlijk nog sterker geworden. We beginnen zeg maar, met een soort breakdance routine. Er gebeuren een paar trucjes om ons heen. Het is eigenlijk heel de tijd zo'n actie. Alles kan je gewoon verwachten bij ons. En hier zijn ze, de Groove Kings. Hier zijn Karim, Alex, Demis, Devries en Randy. Dat was 2009, daarna hebben jullie nog heel veel dingen gedaan. Holland's Got Talent, The Battle, weet ik veel allemaal. Waar zijn jullie normaal gesproken druk mee? Normaal gesproken zijn we heel druk bezig met optredens. Ja. En we hebben nu ons evenement. Okay. Wat er vandaag gaat gebeuren, dat is voor jullie toch ook wel bijzonder, denk ik? Of hebben jullie wel vaker op harp gedanst? Ja, we hebben wel vaker op klassiek muziek gedanst, maar nooit op harp. Nee, precies. Nee. Ik ga even naar Mirjam, want ik had er al aan het begin van de uitzending gezegd, jij weet het ook wel. Hoe is dit voor jou? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, want jij gaat ook iets bijzonders spelen. Ga maar eventjes misschien achter je harp zitten, want dan kan je een beetje... Jij gaat duidelijk verschil in intensiteit laten horen, toch? Ik dacht, nou, wat zal ik kiezen toen ik gevraagd werd, nou, doe iets met dansimprovisatie en zo'n moderne dans. Ik dacht, ik ga iets kiezen, maar dan, toen vraagden jullie, doe iets oud, echt iets heel klassiek. Dat leek ons leuk, gewoon hippe, bijna breakdance-achtige gast en dan iets uit begin 1700. Ja, precies. Dus iets wat 300 jaar oud is. En een heel mooi stuk wat wel echt dansritme is in drieën. En nou zeg ik, een stukje laten horen. Of? Ja, nee, maar ik wil graag even, want dat je zeg maar een beetje het verschil hoort tussen het begin en het einde. Oh, in dynamiek. Ja, precies. En dan komen de versieringen bij. Ja, oh ja. Nou ja, dat gaat zo. Het weten waar je heen wil. Dat stuk heeft eigenlijk twee delen, twee grote delen.
En die worden herhaald. En de eerste keer speel je precies eigenlijk wat er staat. En de tweede keer, dan herhaal je dat gedeelte nog een keer. En dan doe je eigenlijk een soort eigen kleine improvisatie. Zo heel klein, dat je af en toe een noot toevoegt. Dus dan doe je bijvoorbeeld een tril erin. Dus, zoiets. Ah. Of een toonladder. Zoiets komt dan daartussen in, tussen die... Dus je begint heel basic en daarna... Precies, dus eerst is het ritme heel, heel duidelijk en daarna komen er steeds meer van die opvullingen daartussen. En bij het tweede gedeelte, daar ga ik dat meteen doen, dus anders wordt het te lang. Nee, precies. Ik vind het nu al een unieke combinatie. En laten we genieten van Mirjam Overlag op harp en aan het dansen de Groove Kings. Thank you.
Ik zag net een tweetje voorbij schieten op Hekje Muziekvirus van iemand die het tapdansen en het harp uitspelen al bijzonder vond. Nou, dan was dit 3 maal zo bijzonder, zou je kunnen zeggen. The Groove Kings en een stuk van Scarletti op de harp, gespeeld door Mirjam Overbach. Onze huisband, de wereldband vanavond hier. Tijd voor de grande finale. Ik hoorde er al aankomen trippelen. Het is de dame die de vuurdoop ondergaat. Het is de dame die een uur tijd heeft leren tappen. Femke? Ja, hallo. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. Ja, ik moet wel. Ja, dat klopt. Het was echt heel erg moeilijk. Ik heb echt volgens mij geen enkel pasje geleerd, maar ze heeft veel pasjes geleerd en ze heeft toch voor de essentie te pakken. Namelijk de muzikaliteit. Precies. Ja. Nou ja, dat gaan we nu horen. Gaan we plezier hebben. Precies. Ga op je podiumpje staan. En dat geldt eigenlijk voor iedereen, want we gaan het doen. Het is tijd voor de grande finale. Ik roep ook alle dansers er even bij. Dat is wel het leuke. We doen altijd het kan op het einde natuurlijk. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een dans. En nu zou ik echt alle dansers van deze avond erbij willen hebben. Dus inderdaad, ik zie dat de Groove Kings er al staan. Maar ook Mischa van Leeuwen komt erbij. En natuurlijk ook van het Nationaal Ballet. Jonathan en Dewey. Dan hebben we nog onze Afrikaanse danser Laia Diallo. Komt er ook bij. Ja, en natuurlijk gewoon alle muzikanten van vanavond die gaan spelen. Dit was het. Dit was Virus. Alles is na te luisteren en terug te zien op radio4.nl/virus cultura24 en ook via TV Rijnmond. Volgende week, bijzondere uitzending weer, dan met Spinvis en het Ricotto Ensemble. We zijn er klaar voor. Hier is de grande finale, de Kan-Kan. Thank you.
Dit was Virus. Wil je Virus bijwonen? Kom volgende week ook naar Rotterdam. Wij gaan door met de DJ en tot volgende week.